Lang niet gesproken, ik ben Monica. Ik heb al een tijdje niks meer geüpload. Maar in de afgelopen maanden zijn er wel allemaal dingen gebeurd. Gewoon leuke dingen, minder leuke dingen, maar ja, het hoort er ook bij. Lekker om weer te zijn, dat moet ik wel zeggen. De afgelopen maanden heb ik voor mijn gevoel echt alles gedaan. Behalve YouTube. En dat is niet erg, ik heb het gewoon even laten liggen. Dat ik er eigenlijk weer zin in had. Trouwens, ik ben gemonetized. Dat betekent dat je geld kan verdienen met YouTube. Dat is super gaaf. Het is ook wel grappig. Ik upload dus een video. Door die video had ik de 4000 kijkuren. En ja, die 1000 abonnees had ik sowieso al. En toen ben ik gestopt met YouTube. Ja, toen vond ik het allemaal te veel. Ja, aan de ene kant denk je dat is zonde. Aan de andere kant denk ik, nou, ik doe gewoon wat goed voelt. Pauze is nu voorbij. Ik heb er fucking veel. Ik heb er heel erg veel zin in. Ik ben wel actief geweest gebleven op Instagram altijd. En daarom kreeg ik zo vaak de vraag van, hey, kom je weer op YouTube? En ik heb elke keer gezegd van, ja, komt eraan. Maar ik heb blijkbaar echt de tijd nodig gehad om daar aan te werken. Ik weet nog dat ik op mijn kanaal keek voor het eerst in een lange tijd. En toen dacht ik, oh, het is toch wel leuk om hier weer mee wat te gaan doen. Toen ben ik een plan gaan maken. Want ik wilde het niet hetzelfde doen zoals ik eerst deed. Misschien komt het omdat ik 3 maanden later meer een beetje heb na kunnen denken over wat ik wil. In plaats van dat ik in een flow zit van een bepaalde stijl waarin ik YouTube doe. Ik merk dat ik nu ook een stuk rustiger ben dan dat. Ja, ik wil niet zeggen dat ik gilde, maar ik ben Monica en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Het is wel leuk, het is wel leuk. Ik ga mijn video's ook niet verwijderen. Zo heb ik eigenlijk een heel vision board gemaakt van hoe ik het er wel uit laat zien. Eigenlijk werd ik daar wel heel erg enthousiast van. Dus toen ben ik even een plan gaan maken, een serieus plan van hoe kan ik ervoor zorgen dat ik upload. De eerste week van dat ik een video maak, de video bedenk en film. En de tweede week edit ik de video. Zodat ik gewoon 2 weken de tijd heb om iets te maken voor op YouTube. Ik bedoel, het was belachelijk dat ik maandenlang... Oké, niet elke maand, maar in ieder geval 1 maand elke week een video heb geüpload. Dat was echt letterlijk tot 4 uur 's nachts editen. En dat ook nog eens op mijn laptopje, die de hele tijd crashte. Ik heb zelfs een nacht doorgehaald, omdat ik dacht, ik moet deze video op YouTube krijgen voor 9 uur zondag. En ik heb zo hard gehuild. Ik heb zo hard gehuild. Het is gewoon zielig. Het was niet eens gelukt om die video te uploaden, want mijn computer crashte. Maar nu heb ik een nieuwe. Ik bedoel, mijn vader heeft me een nieuwe geregeld, zodat ik daarop kan. En het is echt een computer. Dus daar ben ik heel blij mee. Van mijn eerste nieuwe video op mijn kanaal wilde ik eigenlijk een update video maken. En toen keek ik bij al mijn beelden die ik de afgelopen paar maanden heb gemaakt op mijn camera, die ik nog helemaal niet had overgezet. En ik dacht, oh, ik heb dus zonder dat ik het door heb, soort van, allemaal kleine mini-updates gefilmd. En dan vertelde ik wat me toen heel blij maakte. Ik ben blij om zoveel redenen. De reden 1. We beginnen met schilderen. Oh, fuck, leuk. Oh, hoe kan... Oh my god. Dat is toch grappig dat ik dat heb gedaan. Om even terug te kijken op de afgelopen maanden. Nou, 28 juni. Laatste toetsweek van het jaar. Over naar 6V. Nu in examenjaar. Mijn zomervakantie was echt superleuk. Ik ben met vriendinnen op vakantie geweest naar Drenthe, Groningen, ergens op de grens. En daarvan hebben jullie nog steeds een vlog te goed. Die is ook bijna af met editen. Ik moet alleen nog even alles helemaal doorkijken en dan ga je die ook uploaden. Ik heb ook nog een vakantie gehad met mijn gezin. Mooie dingen gezien, lekker gewandeld en zo. Was waarschijnlijk ook de laatste vakantie met mijn gezin. Ik heb nog geen idee wat ik met die beelden wil doen. Nou, ineens begon school weer. Moest weer gaan leren. Moest weer huiswerk maken. Ik heb mijn eerste toetsweek wel genaild. Dat is wel waar. Ik heb alleen maar voldoende gehaald. Dus dat is echt een heel fijn gevoel. Mijn volgende toetsweek is nu volgende week al. Ja. Ik moest mijn herkansing inzetten voor geschiedenis. Wat ik niet had verwacht, want ik was altijd super goed in geschiedenis. Ik had wel voor wiskunde een 7.2. Daar ben ik even heel blij mee. Helaas overleed mijn opa ook rond die tijd. Dus dat was wel een verdrietige tijd. Uiteindelijk heeft het wel geleid tot iets anders moois. Hij was altijd heel creatief. En ik had een schilderij voor hem gemaakt. En dat portret is gezien door de begrafenisondernemer. En nu wil hij klanten voor mij regelen. En ik heb mijn eerste 2 opdrachten. Dus ik kan gelijk al mijn examenreis betalen. Ja. Ik denk dat dat wel echt is wat mijn opa had gewild ook. Ik hoop eigenlijk ook wel dat het jullie allemaal een beetje goed afgegaan is de afgelopen tijd. Laat het weten.
Ik ben eigenlijk ook wel een beetje nieuwsgierig. Ik bedoel, ik zit hier mijn hele verhaal op te hangen en ik wil ook wel wat van jullie weten. Ja, vertel wat als je wat kwijt wil. Dat kan. En dan vraag je je misschien af, ben je nogal creatief bezig geweest als je geen YouTube-video's hebt gemaakt? En daarop is het antwoord absoluut ja, want ik heb een schetsboek volgemaakt. En ik ben nu alweer bijna op de helft van mijn tweede schetsboek. Na het tweede. Mijn beeldende vormproject was super leuk. Daar upload ik nog een video van, want ik vond het wel interessant om vast te leggen hoe dat proces is. Ik denk dat jullie dat ook wel leuk vinden om te zien. Op een of andere manier heb ik allemaal leuke nieuwe mensen ontmoet. Zowel op vakantie als na vakantie. Gewoon random. Ik heb ook wel zin. Oh, weet je waar ik zin in heb? In de kunstacademie. Want ik weet nog niet naar welke ik ga. Daar komt ook nog een video over. Ik heb echt veel leuke video's op de planning staan. Ik ben dus helaas niet naar open dagen geweest. Wel online. Maar die kunstacademies maakt me allemaal heel enthousiast. Meest enthousiast word ik toch wel van de HKU en Willem de Koning Academie. Dus ik ga me daarvoor aanmelden binnenkort. En dan eigenlijk zien... of ik door alle portfolio examens kom. Nee, hoe noem je dat nou? School überhaupt. Ik bedoel, het is allemaal best wel goed te doen. Maar ik heb zoveel zin in... Jongens, wat voor een update is dit? Ik weet niet of ik nu nog wat verder moet vertellen. Maar ik ben in ieder geval lekker bezig met dingen. Beetje druk, beetje dingen te doen. Ik probeer mijn tijd zo goed mogelijk in te delen. Maar het voelt in ieder geval lekker om weer tegen de camera te praten. Dankjewel dat je het hebt gekeken. Ik hoop dat je het leuk vond. Oh ja, geef een like, abonneer. Als je dat nog niet gedaan hebt, comment iets als je iets denkt. En dan zie ik je de volgende keer. Bye.